Welkom bij LoopTV, ik ben Maurits Pieterson en vandaag loop ik een stukje door Culemborg en pak een stukje omgeving mee. Culemborg, kleine 30.000 inwoners, met een rijke geschiedenis. We beginnen hier, achter mij, met het geboortehuis van Jan van Riebeek, vooraanstaand lid van de VOC. En stichter van de kolonie Kaapstad. Ik loop nu onder de Langspoort. Een mooi shotje. De enige poort die nog over is. En de muur is ook weg van de eerste verdedigingslinie. Om 9:50 s'avonds gaat het papklokje. Dat betekent dat je nog 10 minuten hebt voordat de poort zich sluit. Je eet je laatste papje op en je gaat naar bed. Nog even draaien. Gemeentehuis. Ziet er ook schitterend uit. Redelijk wat mooie oude gebouwen hier. Ruim al 700 jaar stadsrechten. Rijke stad geweest. Veel gebeurd. Eigen rechtssysteem. Had je wat op kerfstok. En je werd hier berecht. En je bleef binnen de muren. Konden de schuldeisers jou helemaal niks maken. Dus bleef je binnen de muren, was je beschermd, ging je de stad uit, was je vogelvrij. In 1863 werd Culemborg op de kaart gezet door als eerste, en hier zien we de pijler, originele pijler uit 1863, door als eerste een brug te bouwen. Over een rivier, zonder pijlers, in het water. Uniek. En die brug heeft dienst gedaan tot 1983. En vanaf 1983 is deze spoorbrug daarvoor in de plek gekomen. Wereldnieuws. 1863. We lopen hier door het Golperdingerwaard tot 1963. Verdedigingswaterlinie, bij een aanval kon hier alles onder water gezet worden. En na 1963 teruggegeven aan de natuur en je kan er lekker doorheen wandelen. Architectenbureau RAAAF en atelier De Lion hadden een leuk ideetje. In 2010 sneden zij een bunker dwars doormidden. Lopen we nu mooi doorheen. Hoppakee. Hoort bij de verdedigingslinie. Nederlandse bunker. 599, 1940. En tjaka, dwars doormidden gesneden. En dan kunnen we nog een stukje doorlopen. Over een biertje. Over het water. Links van mij raast de A2 voorbij en het houdt hier op. Prachtig, schitterend, zonnetje schijnt, genieten. We lopen nog even rustig doorheen. Muurtjes, spiegelglad, de vertrekken, binnenkomst. Leuk gedaan. De moeite waard om een keer doorheen te wandelen.
Zit erop. Dikke 17 kilometer. Skyline van Culemborg op de achtergrond. Nou, was weer genieten. Mooi weertje. Hoi. Bunker 599. Aanradertje. Culemborg zelf is ook leuk. Nou, dit was Loop TV. Als je het leuk vindt, duimpje omhoog. En als je tips hebt, laat het me weten. Hoppakee. Tot de volgende keer.